Dames en heren, bij brief van 7 januari 2019 heeft de heer Matthias de Klerk met ingang van die dag ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger. De opvolger die in aanmerking komt om te vervangen is de ons zeer bekende heer Sas van Roeverwa. De geloofsbrieven van de heer Sas van Roeverwa werden reeds goedgekeurd in de plenaire vergadering van 17 juni 2014. Het administratieve onderzoek heeft uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Vraagt hierover iemand het woord? Nee. Ik roep de heer Sas van Roeverwa uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit aan het sprekersstoelte de grondwettelijke eed af te leggen die luidt als volgt: ik zweer de grondwet na te leven. Meneer de voorzitter, collega's. Ik zweer de grondwet na te leven. Dames en heren, bij brief van 9 januari 2019 bevestigen de heer Bart de Somer, voorzitter van de Open VLD-fractie, en de heer Sas van Roeverwa dat de heer Sas van Roeverwa deel zal uitmaken van de Open VLD-fractie. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.